We zijn vanavond bij de première van Vliegend Voedsel in de Cinemac in Utrecht. En we hebben de eer om als een van de gasten aanwezig te hebben, Jaco Geurts van het CDA. Fijn dat we even kort van gedachten mogen wisselen, want ik hoor van de persdame dat het heel druk is in deze periode. Allemaal debatten, allemaal activiteiten en dan toch de agenda vrijmaken voor deze première. Wat brengt je hier op deze plek? Nou, ik vond de eer dat ik uitgenodigd werd om zeg maar de opening te verrichten van de documentaire Vliegend Voedsel. En nu ik de documentaire gezien heb, vind ik het nog een grotere eer. Een mooi beeld geschapen en neergezet van hoe de gans in Nederland leeft, maar ook gewoon wat de schade daarvan is. En ik ben nu 4,5 jaar woordvoerder natuur, waar ook jacht een onderdeel van is. En ik kom uit het boerenveld, ik kom vanaf het boerenerf, dus ik weet ook wat dat betekent dat die schade zo groot is. Want het is gewoon je gewas, het is je inkomsten. En ik heb vanavond weer een mooi beeld gekregen. En ook de discussie die we gehad hebben, gaf ook wel aan dat er steeds meer begrip bij mensen gaat komen dat de gans gewoon bejaagd moet worden. Ja, ja. Ik hoorde je Annie Schreier citeren. Ik zeg, een gans hoort in de pan, niet in de vliegtuigmotor. Ik mocht hem citeren. Je zegt, ik neem dat over, want daar sta ik achter. Ik hoor ook direct achteraan zeggen, wij zijn voor duurzaam jagen. Wat mag de jager de komende jaren van het CDA verwachten? Nou, we dragen al decennia uit. Ook mijn voorgangers die natuurwoordvoerder waren, die hebben altijd gezegd beheren en benutten. En dat is het mooie dat in Nederland nog kan, maar het werd steeds moeilijker gemaakt. En wat ook vanavond in de documentaire ook en de discussie daarna wel naar buiten kwam, is dat het zoveel administratieve lasten oplevert. Je bent 40 uur in de week of langer werkzaam op een plek in het leven en je doet als hobby dan zeg maar beheren en benutten. En daar mag gewoon ruimte voor geboden worden en daar gaan wij de komende 4 jaar ook zeker weer voor inzetten dat de jagers mogen jagen. Ja, ja. We hoorden in het debat wat volgde dat meerdere mensen uit de zaal ook mogelijkheden aandragen, ideeën brachten van hoe kunnen we concreet in dit geval met betrekking tot ganzenvlees meer van het ganzenvlees gaan genieten in Nederland en beschikbaar krijgen. De jagersvereniging heeft daar verschillende mogelijkheden toe. Maar het is enerzijds in de commerciële richting, hè, naar de restaurants, et cetera, maar ook gewoon onder vrienden en bekenden. Nou staat het CDA natuurlijk ook voor samenhang, het gezin, et cetera. Hoe kijkt het CDA daar tegenaan? Want dit is een vorm van vlees wat enorm beschikbaar is en steeds verder gaat komen. Hoe kijkt het CDA tegenaan? Want gaat dat meer commercieel? Moeten we meer initiatieven privé ontplooien? Welke mogelijkheden? Waar kijk je tegenaan? Nou, ik vind dat de initiatieven die uit de samenleving zelf komen het belangrijkste. Als er nog belemmeringen zijn, wettelijke belemmeringen, meld ze bij mij. Gaan we kijken of ik die kan opheffen, ja. Samen met collega's. Maar dit is scharrelwild, optima forma. Er wordt heel veel gesproken over beheren, benutten van de natuur. Nou, dat gebeurt hier. Als dat afgezet kan worden in de directe kring van zeg maar rondom een jager heen, niks mis mee, naar restaurants toe, ook prima. En ik zie ook zelfs dat het wel naar mensen gaat die het gewoon slechter hebben in het leven. Dat daar ook gewoon aan gedacht wordt. Ja. En dat vind ik ook een hele mooie oplossing. En ook voor die mensen een waardevolle bijdrage aan hun levensomstandigheden. Ja, ja, want er zijn al veel jagers die het geschoten gans naar de voedselbank brengen. Hè? En daar worden allerlei projecten ook aan gekoppeld. Ik blik even terug. Eind vorig jaar hebben wij via NL Jaagd zowel de Tweede Kamer, verschillende Tweede Kamerleden van SGP en de VVD mogen interviewen. Die hebben alle twee een visie op de jacht gegeven, een behoud daarvan. Betekent dat in deze periode, hè, want we zijn dicht bij de Tweede Kamerverkiezingen, dat er vanuit CDA overleg is met SGP, VVD, andere partijen om dit zo sterk mogelijk te ondersteunen? Nou, wij voeren op dit moment veel debatten met de diverse partijen. Daar gaat jacht komt zelden voor. Dat kan een positief ding zijn, want als je niet over je gesproken wordt, heb je ook geen belemmeringen, zeg ik wel eens. Maar wij gaan de komende 4 jaar ons weer echt inzetten dat jagers kunnen jagen. Dat ze geen schietknechten zijn van terreinberende organisaties. En dat ze gewoon het beheren en benutten in optima forma kunnen uitoefenen. En om Annie maar weer te citeren, gans hoort in de pan, niet in de vliegtuigmotor. Want dat is gewoon slecht voor onze samenleving.